Onze tennismeisjes Kim Kleisters en Justine Henin-Ardenne laten ook buiten het tennisveld van zich horen. Justine mocht op de Champs-Élysées in Parijs de grootste Adidas-winkel van de wereld openen. En Kim Kleisters heeft zich bezeerd aan haar staartbeen nadat ze over haar hond was gestruikeld. Maar zonder veel erg, laat ze weten. De schoonouders van Kleisters zijn met de hele familie bij Brian en Kim op bezoek in ons land. De honden in kluis, maar die hadden ze misschien beter in de Verenigde Staten gelaten. Want tijdens een partijtje voetbal met de dieren is Kim over een van de honden gestruikeld. Diesel, zo heet het brave dier, zadelde Kim daardoor op met een pijnlijk staartbeen, waardoor ze 2 dagen oud was. Maar aan het WTA-toernooi van volgende week in Hasselt doet ze zeker mee.